geniet er nu van? Ja, ik geniet ervan hoor. Echt hoor. Hoe lang zitten de duiven hier nu? Nou, ik dacht 5 weken. En dan komt er één hier, dat mannetje vroeg met een takje, zo met zo'n op. Ik zeg, ga je naar je vrouwtje toe? Dan praat ik gewoon een idioot. Maar dat is echt plezier voor mij hoor. Dat is echt een genot. Ik was vorige week naar een verjaardag bij familie De Wit. En toen zei ik nog, ik heb thuis een logeetje. Hoezo, Christine? Logeetje? 2 duiven, kan ze lachen. Ik zei, jullie moeten mij niet uitlachen hoor. Maar als ik ga brood eten, dan zit ik zoals u en dan naar die richting, hè, naar die duif. En dan kijk je zo. Echt leuk. Dan zitten jullie samen te lunchen? Ja, zogenaamd. Gedachten, hè. Dat is hartstikke leuk. Ja, dat is echt bijzonder hoor. Dat zei mijn buurvrouw ook, Christine, hoe kom je erbij? Geef je eten? Ik zeg, nee, ik durf geen eten te geven, broodjes. Dat durf ik niet hoor. Dat is toch niet goed, hè? En dan wordt zat in de gaten gehouden. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Ik geniet ervan, hoor. Echt, ik geniet. Ik heb dat niet verwacht dat ik dan echt dit bij mij komt, hè? Dus zijn mijn kinderen ook gelukkig, mam. Ik ben blij, ze ja. Ik ben echt blij, hoor. Ik hielp eerder nog eens mee bij een fietsenmaker. En dat was ook de jeugd. En dan kwam, om het heel even zo'n elektrische fietsen allemaal. Dat kwam echt in, nou. Ja. Maar dan kwam er nog eentje met een oude fiets. En dan was het, ah nee, daar komt weer een met een oude barrel. Nou, toen kreeg ik dit museum. En ja, toen was het voor mij niet zo moeilijk om een naam te bedenken. Dat is de barrel geworden. Oké. En wat is dan uw allermooiste oude barrel? De oudste barrel die hangt daar achter tegen de kant aan, die is van 1880. Dat is echt een oude Velische P, die is gemaakt door iemand in Doezem. Een oude smid vroeger. Maar is dat op de fietsen of zo'n ding? Deze is wel op de fietsen, maar deze is ergens niet meer op de fietsen. Maar die is echt, die heeft zijn tijden gehad, zeg maar. Ja, precies. Dus. Goed, dan moet je straks even, hier is wat nieuwer. Dat lukt natuurlijk wel, het is nog droog, dus dat lukt wel, wist je nog wel even. Ik heb hier een tandem en dat is een oude tandem en die is dan, kan de achtste ook meesturen. Oh. Zie. De vrouw zat voorop en de man had de remmen en dergelijke allemaal achter. Dus het versierenplaatje, Kaatje zat lekker voorop en de man zat lekker achter haar te fietsen. Ook tegen de wind in. Alleen hij had dit voor, doordat hij ook mee kon sturen, kon de vrouw toch sturen waar hij wou hebben. Maar als je nou beide de andere kant op stuurt, wat gebeurt er? Ja, dat lukt niet, want je bent veel sterker. De man is sterker dan de vrouw, dus hij kon de vrouw sturen waar hij wou hebben. Jullie hassen ding? Ja, je kan natuurlijk wel moeilijkheden krijgen dan. Hè? Dus vandaar. Nou, dit is de voorloper van de vouwfiets. Dat is een Union Strano. Je moet er zo op fietsen, zoals dat hier staat. Zo? Zo. Er zijn heel veel mensen en dan heb ik dit ding bij en dan werd er gezegd van, oh meneer, maar dat stuur moet andersom. Ja. Nee, dat stuur moet niet andersom. Je stapt er zo op, zo, en je rijdt zo weg. Stuurt het dan het moeilijke? Nee. Het is even wennen met deze, dat je niks voor je zitten hebt. Maar als je één keer bezig bent, dan valt het echt mee.